Carrière maken in de advocatuur betekent offers maken in je privéleven. Ja. Je hebt het, nou mag, we kunnen toch wel zeggen, toch een behoorlijke carrière gehad tot nu toe. Ja. De top van jouw eigen organisatie, Baker McKenzie, bereikt. Ja. Is er, kijk je terug op bepaalde keuzes waarvan je nu zegt, ja, had ik dat misschien toch anders moeten doen? Of speelt dat helemaal niet? Nou, misschien dus wel die politiek iets eerder, ja. Alhoewel dat goed is gekomen. Ja. Dus nee, ik denk eigenlijk dat mijn... Daar heb ik natuurlijk veel over nagedacht. Mensen zeggen, hoe kom je aan die energie en hoe kan je dat allemaal? Ik denk dat het echt heel belangrijk is en dat komt eigenlijk door mijn man. Dus die komt veel credits toe. Dat je heel veel niet persoonlijk aan moet trekken. En ik denk dat dat voor mannen en vrouwen geldt. Dat een slecht beoordelingsgesprek of een rotopmerking, die krijg je echt veel. Dat is gewoon het leven. Is het moeilijk voor advocaat-stagiairs, voor medewerkers, voor mensen in de advocatuur in het algemeen om die balans te zoeken? Ik valt mij op dat heel veel jonge mensen burn-out zijn. En ik denk toch dat dat komt omdat je... Maar ik ben geen arts, hè, maar dat je te veel wil. En dat je je te veel dingen persoonlijk aantrekt. Ja. Wanneer is de liefde voor de advocatuur nou echt ingeslagen? Want 30 jaar blijven hangen, dat moet wel ontwikkeld zijn. Ik vond het eigenlijk in het begin helemaal niet leuk. Maar ik vond mijn studie in het begin ook helemaal niet leuk. En ik denk dat heel veel mensen hun studie rechten in het begin. Ik kan me niet voorstellen dat je daar nou, dat je dat enorm leuk vindt. Dus, en ik denk ook dat, weet je, niet alles hoeft altijd maar leuk te zijn. Dat vind ik ook iets van de jeugd. Weet je, je leest ook overal, je moet je passie vinden, je moet het echt leuk vinden. Nou, dan moet je denk ik de advocatuur uit. Dan moet je juwelen gaan ontwerpen of popzanger worden. Of dat kan ik me voorstellen dat dat echt een passie is. Maar als je voor de advocatuur kiest, dan moet je ook door kunnen bikkelen. En dat wordt gewoon pas later leuk. Dus eigenlijk toen ik mijn eigen cliënten kreeg, toen ik het idee had, nou, ik kan echt creatief iets verzinnen voor deze cliënt en ik kan waarde toevoegen. En die cliënt die belt altijd naar mij, want die houdt zich vast aan mij. Hè. Die vindt het ook eng om mensen te ontslaan. En dan kan ik diegene geruststellen en dan weet ik hoe het moet. Toen ben ik het eigenlijk pas leuk gaan vinden, als ik heel eerlijk ben. Ja. De opper-out en de 80-uurige werkweek zijn niet meer van deze tijd. En het duurde even voordat je tot een antwoord kwam. Ja, omdat de 80-urige werkweek, kijk, de advocatuur is gewoon keihard werken. Dus ik kan hier wel gaan zeggen, ja, dat is niet meer van deze tijd. Maar voorlopig is het wel zo. Dus ja, jullie moeten ook niet de illusie hebben, nou, ik ga een beetje tempo doelen, een beetje langzaam. En dat wordt het gewoon niet, denk ik. Althans, dat is het nu niet. Dat up or out ben ik eigenlijk nooit voor geweest. Dus vandaar dat ik een beetje twijfelde. Ja. Want ik vind, ik heb ook medewerkers in mijn sectie, die komen naar mij toe, die zeggen, ik wil geen partner worden. Maar ik wil wel een hele goede advocaat zijn. En ik vind het hartstikke leuk in de sectie en bij kantoor. Ja. En die hoeft van mij helemaal niet weg. Niet iedereen hoeft toch partner te worden. Ik heb dat nooit zo begrepen. Dus nee. Vandaar dat antwoord. Er is natuurlijk wel een trend gaande van mensen die zeggen, ja, dat trek ik niet 80 uur per week, of ik heb daar geen zin in, of ik heb andere dingen te doen. En ik wil ook die dingen ernaast doen. Ik wil activiteiten ontplooien, maar maatschappelijk inzetten, politiek actief worden. Maar dat kan dan toch bijna niet, als je ook nog 80 uur moet doen? Nee, dat moet je in je vrije tijd doen. Ja. Maar welke in de weekenden, 's avonds, ja. In de weekenden schreef ik altijd artikelen. En nu doe ik in de weekenden, schrijf ik mijn fractienotities. Ik vroeg me eigenlijk af hoe u de toekomst van uw carrière voor u ziet. Of u meer zegt, ik wil echt gaan focussen op die politiek verder. Of nog heel lang bij Baker ook heel actief blijven. Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Dat weet ik gewoon nog niet. Daar ben ik nog te kort voor in de politiek. En ik vind het te leuk op kantoor om nu daaraan te denken. Maar het wordt wel het komende jaar dat ik daar goed over na ga denken. Ja. Is dat in verband met de verkiezingen? Nee, helemaal niet. Oh, nee, dat is niet. Zo planmatig. Oh, okay. Ben ik nou wel goede vraag, nou ja, goed, maar nee. Vrouwen aan de top, een quotum. U heeft een boek geschreven. Nou, dan denk ik al gauw. Ik begin u te zeggen opeens. Ja. Alsof u al minister bent. Ja. Het lijkt me toch. Ja, nou, wie weet. OCW in de portefeuille. Ja, heb ik in de portefeuille. Dat ja. is toch een... Ja. Ja, wie weet, maar het is nu niet mijn plan.
Nee. Nee. Zou het willen? Zou het leuk vinden? Ik weet het nog niet. Ik ben nog te kort in Den Haag om daar... Ja, maar, dit echt, is ja, maar echt dat is echt geen antwoord. Diplomatiek antwoord. Nee, nee, echt niet, want ik ben niet politiek. Ik heb zoveel op tafel gegooid. Ik bedoel, nee, dat is echt iets... Nou, wellicht dat ik daar nu door jou op een idee word gebracht. Advocaten laten het maatschappelijk belang voldoende meewegen in hun dagelijkse praktijk. Ja. Worstel je daar zelf mee? Je gaf aan, nou, ja, wel dat, eens. Ja, dat is best moeilijk. Dat is gewoon moeilijk, want je krijgt een opdracht van een cliënt en ja, die moet je eigenlijk uitvoeren. Wat was de eerste opdracht waar je echt moeite mee had persoonlijk, waarvan je zei, dit vind ik lastig? Nou, ik vind ieder collectief ontslag best lastig. Denk ik, ja, toch al die mensen raken hun baan kwijt. Moet het wel, weet je wel, vaak is het om de aandeelhouderswaarde omhoog te krijgen of om het bedrijf winstgevender te maken. Maar het is best lastig. Ja, dat is gewoon zo. En dan denk ik altijd, oké, daar heb ik dan een tussenweg in gevonden. Van, nou, het moet om het bedrijf gezonder te maken. Maar je moet die mensen niet met niks op straat zetten. Die moeten ook door kunnen in hun leven. Dan gaat het ook sneller, dus ook in het belang van de cliënt. We hebben het vanmorgen gehad over dilemma's waar advocaten tegenaan lopen. En ik neem aan dat u ook heel veel dilemma's tegen bent gekomen tijdens uw carrière. En ik vraag me af hoe u daar dan mee... hebt gedeeld. Ja. Hoe bent u daar mee omgegaan? Inderdaad, je loopt tegen veel dilemma's aan. En mijn advies is wel om het altijd te bespreken met je patroon, met iemand die gewoon meer ervaring heeft. Want dan ten eerste gaat de stress bij jezelf dan een beetje weg en je krijgt waarschijnlijk ook een goed advies. En aan de andere kant, weet je wel, als het echt niet goed voelt, echt niet goed, ja, dan zou ik het gewoon niet doen. Ik heb één keer een man gehad en nou, daar kreeg ik zo'n ruzie mee. Ik dacht, ja, hij is ook helemaal niet gebaat bij als ik hem ga adviseren. Was een Belg, die zijn heel lastig, vaak, en heel hiërarchisch. En ze vinden niet zo leuk om opdrachten van een vrouw te krijgen of naar een vrouw te moeten luisteren. Dat is misschien heel generalistisch, maar daar liep ik wel tegenaan. En die man zei, hij kwam om 11 uur 's avonds op kantoor en ik zat met een stagiaire. En hij zei, morgenochtend om 9 uur moet dat advies er liggen. Het was een heel groot advies, was heel moeilijk. En die stagiaire moest daar ook hard aan werken. Dus ik zei van, nou ja, we gaan ons best doen. Dat betekende, we gaan de hele nacht doorwerken, maar ik weet niet of het lukt. Zei hij, ja, dat is niet genoeg. Je moet zeggen dat het af is. Toen zei ik, ja, weet je, jij komt zelf zo laat bij mij. En nu moet ik zeggen, ik kan dat niet beloven. Nou, toen kregen we daar een goede botsing over. Toen zei ik, weet je wat, zoek een ander kantoor. Het was heel eng, want ik was nog geen partner. Ik wist dat kantoor enorm boos op mij kon worden. Dus ik ben meteen naar de managing partner van kantoor gelopen. Het verhaal verteld. En ja, ik ben niet ontslagen. Nee. Dus ik denk, als het echt niet, je moet je niet... ik bedoel, ja... Niet laten je bent ook nog een persoon. Nee, ja. Vind ik niet. Ik wilde vragen of u een tip heeft voor jonge advocaat stagiaires, dan waarschijnlijk bijvoorbeeld vrouwen, die dan wat oudere cliënten tegenover zich hebben, die ja, van tevoren op basis van uiterlijk al eigenlijk ja, aan je deskundigheid twijfelen. Hoe zou je met zo'n situatie omgaan? Heb je dat eens meegemaakt? Ja, dat vind ik ook een hele goeie. Ja, ik weet nog dat ik een bril heb gekocht. Dat zou ik nu helemaal niet meer aanraden. Maar ik dacht, oké. Ik moet er gewoon wat volwassener uitzien. Dus ik denk dat ik 26 was of zo. Dus ik had mijn haar had ik zo in een knot gedaan. En ik had een bril opgezet. En, nou ja, goed, hielp dat? Ja, het heeft voor mij geholpen. Okay. Want ik voelde mezelf verzekerder. En ik denk dat dat misschien wel de truc is. Ja. En soms, weet je wel, soms helpt het ook dat je het benoemt. Want ik weet nog, weet je wel, toen was ik in de overgang ook zo'n vreselijk moment. Dan krijg je het heel warm de hele tijd. En zaten er allemaal mannen tegenover me. En ik dacht, nou, die denken dat mens is zo onzeker. Verschrikkelijk, weet je wel. Toen heb ik het gewoon gezegd, weet je. En toen zei ze, ja, we hebben ook een vrouw en we begrepen ze allemaal. Ik dacht, ja. Dus soms is het maar beter om te zeggen, ja, misschien denkt u wel heel jong meisje, maar ik heb echt verstand van zaken. En ik denk dat dat, althans, dat helpt mij het beste. Want dan zullen die mensen zeggen, nee, helemaal niet, of ja. Nou ja, dan moet je daarmee dealen en dan kan je misschien een ouder iemand erbij betrekken. Ik heb was een interview van u gelezen en daarin kwam een quote voorbij, die ik inspirerend vond, wat ik niet heel vaak heb.
En daar zei u, de keuzes die ik buiten mijn comfortzone heb gemaakt, hebben mij het meest gebracht. Ja. Dat vond ik een hele goede quote. En ik vroeg me af, heeft u een voorbeeld van in het begin van uw carrière, dat u buiten comfortzone bent getreden, waar u veel aan heeft gehad? Ja, hele goede vraag. Dat echt, klopt. Ja, dat is een hele goede vraag. Klopt. En je bent namelijk geneigd om dat niet te doen. Dus ik werd al vrij snel gevraagd om praatjes te houden. Over het arbeidsrecht, over, nou, bijvoorbeeld een keer op het Nationaal Juristencongres, heet dat zo, ja. En dan moest ik vertellen, maar ik was nog heel jong, dus dan moesten we zo'n soort praatje gaan houden. Ja, wat kon ik die mensen vertellen, dacht ik. Maar goed, je wordt niet voor niks gevraagd. Dus ik moest een praatje houden en ik was echt heel zenuwachtig en ik kon bijna niet meer denken van de zenuwen. Terwijl nu denk je, oh nou, dat mens dat praat zo makkelijk in het openbaar, weet je wel, die heeft nergens problemen mee. Maar ik vond dat echt doodeng om in het publiek te praten. En ja, nu merk je, als je dat dus een paar keer doet, dan is het niet meer eng, want iedereen moet dat oefenen.